Goed, dames en heren, welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Sander Smit en ik ben net even een douche geweest. Ik heb vandaag pasta gemaakt. Jullie vast wel op YouTube gezien wat ik gemaakt heb. Hartstikke lekker natuurlijk. En ik zit een beetje tv te kijken. Vandaag is echt precies zo'n dag zondag. Dat de meeste mensen denken, dan hebben ze niks te doen. Of dan hebben ze gewoon een beetje rustig aan, doen ze dan. En ja, dat is dan wel eventjes een nadeel eigenlijk met zondag. Maar voor de rest is het niet anders. Dan gaan we gewoon een leuke dag van maken. En proberen we dan een beetje. En ik ga zo even een rondje lopen. Lekker een beetje zien wat ik ga doen of zo. Ik ga even zo kijken wat ik ga doen. En dan zien jullie het zo wel. Eerst gaan we eventjes klaarmaken om naar buiten te gaan. Maar het is niet al te warm. Dus ik moet wel eventjes vest aan. En even kijken. En zo. Dan gaan we zo eventjes een rondje lopen. Ja, we moeten wel even een rondje gaan lopen. Anders blijven we elkaar maar vervelen eigenlijk hier. Net eventjes schoon weer gekeken, maar dat was ook echt een drama. 3-0 verloren. Hoe verzin je het? Tegen NEC. Ik snap het zelf eigenlijk niet van NEC. Dat is niet echt een club bij je ding van, nou die wint wel even 3-0. Snap je? Dus dat is wel eventjes een dingetje. En ik kom zelf uit Groningen. Ik hou van die club, maar wat ze presteren is niet al te best. Dus dat is wel een beetje, ja, kut gewoon. Maar er is nog een clubje die heet Ajax. En die doet het hartstikke goed natuurlijk. En daar ben ik ook voor, dus ja. We gaan maar eventjes een rondje lopen. Want dan wat te doen, anders zit je niet op de kamer, dat is ook niet zo leuk toch? Dus ja, dan gaan we even een rondje lopen. Even kijken, heb ik alles mee? Ja, ik moet natuurlijk niet de sleutels vergeten, van dat vergeet ik wel vaker en dan is dat weg straks, dus dat moeten we niet doen. Ja, daar ga ik. En dan ga ik naar buiten. Zo. We gaan even kijken. We gaan even zo lekker op. We gaan eventjes kijken wat er allemaal te doen is. Kijk, dit is ook leuk. Deze poesje die je ziet. Dit is een poesje die altijd bij mij slaapt en ik krijg altijd zoveel eten. En nou is hij hartstikke dik. Mooi hoor. Kijk, hij loopt ook met je mee. Echt zo'n lief katje is dit. Ik weet de naam niet eens, maar het zou wel goed zijn. Ik noem hem altijd gewoon Poekie. Zo kan het ook natuurlijk. En dat, daarachter allemaal boerderijen en dingen. Maar, nee, ik heb voor de rest op zich op zondag niet veel gedaan. Dan ben je nog voetballen geweest vanmorgen? Oh, wacht. Zeg je? Voetballen geweest vanmorgen? Nee. Niet? Nee, niet gevoetbald. Er loopt iemand met een paard langs, die heet Hans. Dan komt hij altijd met een paard. En die ding dat ik gevoetbald heb. Omdat ik zit op voetbal. Ik zit bij een clubje die heet Oosterstreek. En ja, het is hartstikke... hartstikke leuk natuurlijk, maar een minpunt is daaraan, echt, we verliezen echt alles. En dat is gewoon echt, af en toe is echt even echt kut. We hebben nog geen één wedstrijd gewonnen eigenlijk. Dus dat is wel een dingetje, dus dat is wel, het is gewoon kut, dat kun je gewoon zeggen. Maar ja, het komt vanzelf een tijd aan dat we wel weer een keer winnen eigenlijk met de club. Maar daar moet je niet veel van verwachten eigenlijk, van dat wordt niks. Ja, maar
Nee, dus ik ga nu binnenkort verhuizen. Dus dat gaat ook mooi worden. Dan ga ik eindelijk richting Hoge Zand, wat ik graag wilde. En dat dan ben ik eigenlijk wel aan toe. Van dat duurt allemaal zo lang. En ik wacht al 16 maanden om naar Hoge Zand te gaan. Ik zit nu hier dus. Dus gewoon daarachter woon ik nu. Een soort boerderij. En ja. Het is wel leuk op zich, maar niet het ding wat ik altijd wil doen. Ik wil altijd gewoon in Hoge Zand zijn eigenlijk. Altijd al mijn hele leven. Want ik ben al echt lang uit huis. Dus ja. Dan verwacht je ook weer een keer om terug te gaan en terug te keren in Hoge Zand. En daar woont mijn hele familie. Mijn opa, oma, mijn moeder. Mijn vader is tijdelijk dan al een hele poos eigenlijk, bedoel ik. Naar Utrecht verhuisd. Die heeft daar zijn liefde ontdekt. Dus die woont nou daar. Maar voor de rest, de hele familie woont gewoon hier. Dus dat is hartstikke leuk. We kunnen wel even snel ezeltjes kijken. Dat is op zich wel leuk. Ik kan niet te veel filmen voor bovenaf. Van, er zijn ook kijkers. Deze verzorg je dan altijd. Ja. Deze verzorg je dan altijd. En dat is wel, soms is wel leuk, maar... Net zoals met het werk hier. Ik werk daarachter bij het dierenpark. Kom ik zo wel langs. En dat is voor mij soms leuk. En soms heb ik wel mindere dagen dat ik gewoon iedereen wel... Dat je denkt van, oh kut, moet ik naar werk? Ja, dus dat hoort er wel bij natuurlijk. En dat is ook wel belangrijk. Van, je moet niet de hele dag op je kamer zitten, bijvoorbeeld. Want dat gun ik niemand en dat wil ik zelf ook niet. Dus dat is niet leuk. En nou ja, hier, dit is het eerste parkje met twee rammetjes of zo. Die gaan we dan... ook verzorgen. En hier is gewoon de hele park eigenlijk. De hele achter nog. En die verzorgen wij al die dieren. Op maandag tot en met vrijdag. Dus het is leuk dat je wat te doen hebt. En soms in de weekenden, dus eigenlijk elke zondag gaan we dus nou ja, dieren voeren. En ik bedoel zaterdag of vrijdag als ik soms meehelp met die mensen hier. En, nou ja, en door de week werk ik gewoon hier en ik werk nog veel meer plekken, laat ik nog wel even zien. En ja, je moet er wel zin in hebben, maar ook als je geen zin hebt, gewoon gaan van... Er is niks aan om de hele tijd binnen te zitten, van dat wil je ook niet. Dan ga je alleen maar een beetje malen of weet ik veel, of je kijkt een beetje voor je uit en dat is ook niet leuk. Kijk, de pony loopt even mee. Roxy. Het is leuk. En nou ja, ik hang, dit is het nu eerst even, want ik ga nu even een rondje lopen. En nou ja, het rondje lopen doe ik eigenlijk elke keer, van ik heb niks te doen zondags. Ik zit al vanaf 10 uur een beetje binnen. Dus ja, dat wil je natuurlijk niet. Dus ja, kijk, en hier is nog een park. Daar verzorg je ook mensen, of mensen.